Welkom bij de kennisclip over natuurrampen in Japan. In de kennisclip gaan we de eerste vier paragrafen van hoofdstuk 7 behandelen. Dit zou ik doen aan de hand van de leerdoelen bij elke paragraaf. We beginnen bij de leerdoelen van paragraaf 1. Je moet weten wat de ring van vuur is, welke natuurrampen regelmatig voorkomen in Japan en waarom aardbevingen en vulkanen voorkomen in Japan. Leerdoelen paragraaf 2. Je moet weten hoe een tsunami ontstaat. Waarom een tsunami pas gevaarlijk is als deze de kust bereikt, wat de gevolgen zijn voor een gebied wat door de tsunami werd getroffen en welke hulp er nodig is na een tsunami. Leerdoelen, paragraaf 3 Je moet weten hoe de Azo vulkaan is ontstaan, hoe het landschap van de caldera van de vulkaan eruit ziet en wat de voordelen zijn van vulkanisme. Als laatste de leerdoelen van paragraaf 4, wat de menselijke, economische en landschappelijke kenmerken zijn van een orkaan, wat de kenmerken zijn van een orkaan, wat de kenmerken van een tornado zijn, wat de verband is tussen ontwikkelingspel, de schade en het aantal slachtoffers van een orkaan en hoe je de orkaan indeelt volgens de saffir simpson schaal We beginnen bij paragraaf 1. Japan landt in de ring van vuur. Maar wat is de ring van vuur? De ring van vuur is een gebied in de vorm van een boog rond de grote oceaan, waar veel vulkanen en aardbevingen voorkomen. Japan maakt deel uit van deze ring van vuur. Deze ring van vuur heeft alles te maken met de platentektoniek, waar we later deze kennisclip nog op terug gaan komen. Welke natuurrampen komen er regelmatig voor in Japan? Dat is de tweede vraag die we ons gaan afstellen, maar voordat we dat... Gaan doen, moeten we eerst weten wat een natuurramp betekent. We halen de woorden uit elkaar en dan kunnen we dus zeggen dat het een ramp is dat door de natuur wordt veroorzaakt. In Japan komt dit regelmatig voor. Dit komt doordat Japan bij de plaatgrens in de buurt ligt. Dit betekent dat er veel aardbevingen en vulkanen voorkomen, maar er kan ook een tsunami ontstaan door de ligging aan zee. Waarom komen er vulkanen en aardbevingen voor in Japan? De afbeelding is een, is een kaart te zien uit de grote bosatlas over Nou, Jullie kunnen misschien al een beetje raden waarom er zoveel vulkanen en aardbevingen voorkomen in Japan. Zoals al eerder genoemd heeft dit allemaal te maken met de plaattektoniek. De continenten drijven uit elkaar door stromingen in het binnenste van de aarde. Deze stromingen noemen wij convectiestromen. Je kunt het vergelijken met een pan met groentesoep op het vuur. Doordat de warmte, stijgen de groentes op in het midden, bovenin koelen ze af en drijven ze naar de rand en zinken ze weer. Het buitenste deel van de aardkorst bestaat uit platen, die langzaam bewegen over de onderliggende vloerbare massa, die wij ook wel kunnen zien als de soep. De platen kunnen langs elkaar bewegen, uit elkaar en tegen elkaar botsen. Daarmee kan dus ook een plaat onder een andere plaat duiken. We gaan door naar de grote Oost-Japanse ramp. Hoe is een tsunami ontstaan? Is de eerste vraag die we ons af gaan stellen. De grote Oost-Japanse ramp vond plaats op 11 maart 2011. Het tsunami is een hoge golf die door een aardbeving onder de zee wordt veroorzaakt. De oorzaak van deze tsunami die in 2011 aan land kwam in Japan werd veroorzaakt door de zeebeving van de ramp. 8,9 op de schaal van Richter. De zeebeving ontstond doordat de twee platen tegen elkaar aan botsten. Door de wrijving van deze botsing schoten de platen los van elkaar. En doordat deze enorme schok kwam het water in beweging en ontstond er een tsunami. Waarom is een tsunami pas gevaarlijk als deze de kust bereikt? Hoe dichter de tsunami bij de kust komt, hoe minder ruimte de golven hebben. En hoe hoger de golven dus gaan worden. Dit betekent dat het tsunami pas gevaarlijk is als hij de kust bereikt. Wat zijn de gevolgen voor een gebied wat door een tsunami wordt getroffen? Nou, schepen worden mee het land opgenomen, huizen worden verwoest, auto's worden meegestuurd, duizenden mensen raken vermist of komen om het leven. De gevolgen voor een gebied waardoor wat door een tsunami wordt getroffen is dus enorm. De economische schade is moeilijk te bepalen, maar loopt op tot in de honderden miljarden euro's. Welke hulp is er nodig na een tsunami? De hulp die nodig is na zo'n natuurramp kan van alles zijn. Je moet hierbij denken aan medische hulp voor alle slachtoffers die zijn gevallen. Ook militaire hulp is nodig in het getroffen gebied, want mensen hebben namelijk moeten evacueren en hebben helemaal niks meer. Dit kan zorgen voor onrust onder de mensen. Vrijwilligers zijn ook heel hard nodig nadat een gebied is getroffen. Vaak gaan er hele teams naar deze gebieden toe om de vermiste mensen op te sporen. Kortom, een getroffen gebied door een natuurramp heeft heel veel hulp nodig om er weer zo snel mogelijk bovenop te komen. De aso is paragraaf 3. We moeten natuurlijk wel weten hoe deze vulkaan is ontstaan. Nou, alle vulkanen in Japan zijn op dezelfde manier ontstaan. In paragraaf 1 hebben we het al gehad over platentektoniek. Daardoor ontstaat het wegduiken van de oceanische plaat onder de continentale plaat. En deze beweging noemen we subductie. Maar hoe dieper deze onderduikende plaat komt, hoe warmer het wordt. Dit zorgt ervoor dat de onderduikende plaat voor een gedeelte gaat smelten en dan ontstaat er vloerbaar gesteente. Dit vloerbare gesteente noemen we magma. Dit magma gaat opstijgen door de druk. En zorgt ervoor dat de vulkaanuitborsting komt aan het aardoppervlak. Er zijn verschillende soorten vulkanen. De aso vulkaan op het eiland Kyushu is een caldera vulkaan. Een caldera vulkaan kan ontstaan doordat er hele heftige vulkaanuitborsting is geweest. Doordat de magmakamer helemaal leeg raakt. Door deze uitbarsting stort het bovenste gedeelte gesteente lagen en het dak van de magmakamer in. Na het instorten kan daarna wel weer de magmakamer vol lopen en dus betekent het instorten van een vulkaan niet het einde van de vulkaan. De Azov vulkaan is ontstaan na vier hele grote uitbarstingen die vanaf 300.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. De laatste van deze vier uitbarstingen was de grootste. De pyroclastische stroom en de asregens die vrijkwamen verspreidden zich over het hele eiland. Pyroclastische stroom zijn de hete gassen die bij vulkaanuitbarsting de helling afrazen. In de caldera krater liggen ondertussen vijf vulkanen waar nog maar één actief is. Dit is de Nakadeek. In, in de caldera liggen ook warm waterbronnen. Dit noemen we ook wel hot springs. Het water wordt geothermetisch verwarmd en trekt heel veel toerisme. Ja, hoe het landschap van de caldera eruit ziet. Dat kunnen we al wel een beetje raden aan het verhaal wat ik net heb verteld. We hebben warm waterbronnen, wat toeristen trekken. We hebben een caldera met daarin vijf nieuwe vulkanen, waarvan er één actief is. En om het vulkanengebied heen liggen allerlei verschillende landbouwgebieden. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want wat zijn de voordelen van vulkanisme? Naast vernielingen en gevaar kan een vulkaan ook voordelen hebben. Toerisme is alvast een voorbeeld van een, deze, van, een van deze voorbeelden. Toerisme levert geld en werk op voor de inwoners van de vulkaangebieden. Ook zorgt de lava voor vruchtbare grond, waardoor de grond na nog jaren als landbouwgrond kan worden gebruikt. Tijdens de laatste vulkaanuitbarsting zorgde de pyroclastische stroom voor het ontstaan van tufsteen. Deze steen. Kan weer worden gebruikt voor de bouw van huizen en bruggen. Als laatste hebben we paragraaf 4. De talas raast over Japan. Maar wat zijn de menselijke, economische en landschappelijke kenmerken van een orkaan? Japan wordt vaak getroffen door tropische stormen. Als deze stormen heel heftig zijn, dan noemen we het een orkaan. In Azië noemen we een orkaan een tyfoon. In 2011 trok er in de periode van mei tot en met augustus. Twaalf tropische stormen, waaronder vier orkanen over het oosten van Azië. De laatste storm ging ook over de Japanse eilanden met windstoten van meer dan 100 km per uur en zware regenbuien. Het vracht- en luchtverkeer werd hierdoor gehinderd, scholen werden gesloten en duizenden mensen moesten evacueren naar een gebied waar het veilig was. De storm haalde niet, alleen de, ork haalde niet de orkaankracht, maar heeft honderden mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten vermist en de schade was enorm. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen en deze ontstonden door de zware regenval. Ook waren er overstromingen, bruggen die instorten en viel op veel plaatsen de stroom uit. Al deze aspecten zorgen ervoor dat mensen soms geen kant meer op konden. Wat de kenmerken zijn van een orkaan, is de volgende leervraag. Er zijn drie kenmerken van een orkaan die kunnen zorgen voor veel slachtoffers en schade. Als eerste de hoge windsnelheid van een orkaan. Deze wordt weergegeven in de saffir simpson schaal Daar gaan we het later in deze kennisclip nog over hebben. Een tweede kenmerk is een hevige regen. Dit kan namelijk overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. En als laatste kan door de hoge windsnelheid hele hoge golven op zee ontstaan. Deze golven kunnen we weer grote gevolgen hebben voor de mensen die aan de kust wonen. Kenmerken van een tornado Een tornado ontstaat boven land doordat twee verschillende luchtstromen met elkaar botsen. Een voorbeeld daarvan is als koude, droge lucht met warme, vochtige bots. De warme lucht zaagt op en koelt af. Het gaat dan hard regenen en onweren. Tijdens een onweersbui waait de wind uit verschillende richtingen waardoor de lucht gaat draaien. Een tornado herkennen we aan de slurf onderaan een onweerswolk. Orkanen en tornado's verschillen van een doorsnede, maar de schade die ze aanrichten hoeven niet veel te verschillen. Een tornado kan ondanks de kleinere doorsneden net zoveel schade aanrichten als de orkaan door zijn hoge windsnelheid. Wat het verband is tussen ontwikkelingsspel, de schade en het aantal slachtoffers van een orkaan, kunnen we meten aan de economische status van een land. Als een land een laag ontwikkelingsspel heeft, dan hebben ze weinig geld om huizen en gebouwen stevig te bouwen, kunnen ze geen waarschuwingssystemen opzetten en is er te weinig geld om, allemaal, om het allemaal goed te herstellen zodra zo'n gebied wordt getroffen door een orkaan of een tornado. Als het beter gaat in een land, kunnen ze deze aspecten wel veroorloven en kan er dus bijvoorbeeld op tijd geëvacueerd worden als er echt gevaar dreigt. Hoe deel je een orkaan in volgens de Saffir-Simpson-schaal? Nou, om te beginnen is de Saffir-Simpson-schaal het vervolg op de Beaufort-schaal, die pas na, uh, tot met windkracht 12 gaat. De Saffir-Simpson-schaal gaat dus pas vanaf windkracht 12. Klasse 5 is de heftigste klasse in de Saffir-Simpson-schaal. We hebben alle paragrafen behandeld. We gaan lopen nog even de leerdoelen van paragraaf 1, 2, 3 en 4 langs om te kijken of ze zijn behaald. Als goed is, weten jullie nu wat de ring van vuur is, welke natuurrampen er regelmatig voorkomen in Japan en waarom aardbevingen en voltaan voorkomen in Japan. Hoe een tsunami ontstaat, waarom een tsunami pas gevaarlijk is als deze kust bereikt, wat de gevolgen zijn voor een gebied wat door een tsunami wordt getroffen en welke hulp er nodig is na een tsunami. Hoe de azovulkaan is ontstaan, hoe het landschap van de caldera van de azovulkaan eruit ziet, en wat de voordelen zijn van vulkanisme. Als laatste de leerdoelen van paragraaf 4, wat de menselijke, economische en landschappelijke kenmerken van de orkaan zijn, wat de kenmerken van de orkaan zijn, wat de kenmerken van een tornado zijn, wat het verband is tussen ontwikkelingsspel, de schade en het aantal slachtoffers van een orkaan, en hoe je de orkaan indeelt volgens de Safir-Simpson-schaal. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken, en ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd.